gesprekken voeren op nationaal niveau waarbij een ieder mag meedenken en oplossingen kan aandragen voor de ontwikkeling van Suriname. Dit is de strategie die de regering wil toepassen om Suriname weer leefbaar te maken. De regering wil samen met alle lagen van de bevolking in dialoog treden om de kern van de ontstane situatie te achterhalen. Alleen zo komen we sneller tot oplossingen die meteen ingevoerd kunnen worden om de noden te verlichten, aldus president Santokki. Morgen staat de regering met haar dialoogronde. Het boek 1940-1945, Spannende tijden in Suriname, is gisteren overhandigd aan de minister van Onderwijs, Marie Levens. De uitgave van dit boek is een initiatief geweest van de heer Fred van Russel in Leven, voorzitter van de Federatie van Oudstrijders en Ex-Militairen. Dit boek is in het bijzonder bedoeld voor de Surinaamse schooljeugd om hen te informeren over een periode in de Surinaamse geschiedenis die vergeten dreigt te raken. Het dient ook ter vervanging van de educatieve dagen die de federatie jaarlijks organiseerde voor scholen in Paramaribo en andere districten. De VN-voedselorganisatie, de FAO, heeft een workshop gehouden over verzameling en analyse van gegevens rond incidenten met pesticidenvergiftiging in Surinaamse boerengemeenschappen. De verkregen informatie zou kunnen leiden tot beleid voor vermindering van pesticidenvergiftiging, een duurzamere landbouw en minder armoede op het platteland. In 2021 werd toestemming verleend vanuit de FAO aan het ministerie van LVV om dit onderzoek naar pesticiden uit te voeren in samenwerking met ADECUS als uitvoerend orgaan.